je afgestudeerd bent als plaschirurg, dan heb je een scala aan technieken tot je beschikking en die vind je eigenlijk allemaal even leuk. Dat wil je dan ook graag gaan doen. Ik denk dat de echte creativiteit pas komt na veel ervaring. Het is net als met een schilder die klaar is, een kunstschilder die klaar is op de kunstacademie, die heeft enige ervaring met olieverf, met acryl, met ik weet niet wat allemaal. Maar het duurt een tijd voordat daar echt mooie schilderijen uitkomen. En ik denk dat dat met de plaschirurgie idem is. Het duurt heel veel en heel lange tijd voordat je eigenlijk het mooiste eruit kunt halen. En dat komt pas nadat je heel veel met weefsel hebt gewerkt en heel veel ingrepen hebt gedaan. En dat eindigt niet, zelfs niet na 30 jaar waarin dat ik nu in dit vak bezig ben.